Tijd voor Game Max Werken bij een nieuwe video. En vandaag zijn we niet op Mindtopia, maar we zijn in de lobby, mensen. Ja, we zijn een keer in de lobby. En we staan hier bij de lobbycrate, zoals ik al een keertje ben geweest in een video. En vandaag gaan we weer een lobbycrate opening doen. Heel veel mensen vroegen het in de livestream of een keer een lobbycrate opening weer kon doen. Dus ik dacht, ja, dat gaan we doen. Dus we gaan vandaag lekker wat crates openen. We hebben zelfs ook legendaries, diamond, we hebben van alles wat. Dus dat is nice. Wil je deze crates ook openen? Je kan XP verzamelen door games te spelen en elke dag de dagelijkse loot crate hier te openen. Ik heb hem al geopend, dus ik moet weer 23 uur wachten. En je kan natuurlijk ook de crates gewoon kopen op shop.davidgames.nl. Dus als je ze snel wil hebben, kan je ze daar ook gewoon kopen. En door middel van games te spelen krijg je ook XP en daarvoor kan je ze ook kopen. Dus er zijn een aantal manieren om ze te krijgen. Maar we gaan dus beginnen met de gold. Daarna doen we de emerald, daarna doen we de diamond en als laatste eindigen we met de legendary, want die is ook het duurste. Deze kost 100 XP, deze 250, deze 750 en deze 2500. Dus ja, dat is best veel. Ik heb zelf nog 833. Dan kunnen we nog denk ik twee van deze openen of één van die, dat kan ook. Maar dan gaan we even kijken waar we het best uit krijgen en dan gaan we daar nog eentje van openen. Nou, we krijgen misschien ook nog XP trouwens, dat denk ik me nu pas. Dus misschien kunnen we daarvan nog meer openen. In ieder geval, vind je het een toffe video? Doe alvast een like. Vergeet zeker niet te abonneren. En laat achter wat jullie de volgende keer willen zien. Willen jullie weer dit of misschien een keer Mindtopia loot crates weer? Dat kan ook, dus laat het vooral achter in de reacties. En dan gaan we beginnen met een gold crate. En eens even kijken, ik moet betalen met gekochte crate, zo. En wat krijgen we? Skyblock coins. Nou, ik speel zelf geen Skyblock, maar dan geef ik ze meestal weg aan mensen die wel Skyblock spelen. Dus ja, kan je mensen wat er blij mee maken. Nou, we moeten even wachten tot die omlaag is. Oké, tweede gold crate. Wat hebben we? 125 lobby XP. Oké, nice. We hebben winst gemaakt op deze crate. Dus we hebben 25 XP winst gemaakt. Ja, in principe als ik het met XP zou betalen. Maar ik heb het met een gekochte crate betaald. Dus ik heb gewoon 125 XP erbij. Nou, hij is nu al bijna 1000 XP. Dus kunnen we weer meer openen zo meteen. En ik zie er hangen hier allemaal Belgische vlaggen. Want ja, België die speelt natuurlijk vanavond tegen Brazilië. Op de dag dat ik deze video upload. Dus ja, ik denk dat België wel een kansje maakt. Maar ik hoop natuurlijk dat België wint. Maar Brazilië is best goed. Dus laat even achter wat jullie denken. Gaan ze winnen of niet? In ieder geval, ik hoop dat ze gaan winnen. Nou, dan gaan we beginnen met de Emerald Loot Crates. Die zijn al wat duurder en wat beter als je kan zien. Nou, hoppa. En wat krijgen we hieruit? Oeh, 0.25 Mytopia Lucky Shots. Nice, nu kan ik volgens mij een box kopen. Nice, dit is eigenlijk gewoon een Grey Coin. Kan je het beter zeggen, ja. Is een vraag wat. Dus ik kan nu, als het goed is, een zit even in fit. Nou, straks mag je screen. Nou, straks mogen ze screen nemen. In ieder geval hier, als je dus één zo'n hele lucky shot hebt. Ik heb nu 0.25 erbij. Als je Mindtopia speelt, elke zoveel minuten dat je online bent, krijg je er ook bij. En ik had al best veel, dus ik denk dat ik zo meteen ook eentje kan gaan openen op Mindtopia. Maar dat kijken we dus even na de video, misschien voor een nieuwe video. In ieder geval, dat is nice. Dat is eigenlijk een Grey Coin, zoals vroeger, maar nu heet het lucky shots. Nou, dan doen we er nog eentje. En hop. Kom op. 500 cast event coins, nice. Ik ben mijn kits ben ik het upgraden, dus het komt goed uit. Ik had volgens mij bijna de allerhoogste defender. Ik weet niet, destroyer heet dat jaar, die had ik bijna vol, dus dit helpt er zeker bij. Dus dat is ook nice, die cast event, die kan je niet weggeven, die gebruik ik zelf meestal. Nou, dan gaan we door met de diamond loot crate. Oké, nu wordt het spannend, want nu hebben we echt een goede crate. En dadelijk hebben we natuurlijk nog de legendary. En af en toe komt er ook een special crate. Die komt dan hier te staan. De ene keer heb je een witte, een zwarte, een YouTube gathering crate. Je hebt heel veel verschillende, maar die kosten echt veel XP. Dus daar moet je voor sparen. En daar komen super goede dingen uit. Dus je kan ook sparen totdat je zo'n dikke kan openen. Ik denk dat ik weet niet. Nee, ik ga deze XP gewoon gebruiken voor deze video. Even kijken. Je kan hier ook whitelist uithalen inderdaad. Als je gewoon een crate opent, kan je gewoon een whitelist winnen. Of een rank kan je winnen. Bijvoorbeeld een diamond rank. Je kan zelfs een legend rank winnen als ik het goed heb. Hier, maak kans op verschillende lobby ranks en chatkleur. Vergeet niet met mooie prijzen met ons te share op Twitter. Ja, als je iets moois hebt gekregen uit de crates, share het even op Twitter naar
Dat stond er naar apenstaartje DDG-server was volgens mij. Gewoon de DDG-server op Twitter, dat weten jullie vast wel allemaal. Nou, dan gaan we door met Diamond. En hier ben ik toch wel benieuwd naar. Want hier heb ik de vorige keer echt super goede dingen uitgekregen. Dus ik hoop dat ik er nu weer wat goed uit ga krijgen. Nou, laten we beginnen met het eerste. Come on. Hier, hoppa. Eén maand gold rank. Hoppa, kijk. Dan moet ik natuurlijk... even kijken. Hoe doe ik dit nou? Ja, zie je, ik ga hem niet in beeld laten zien, want dan kan iemand hem gebruiken. Maar ik ga deze dus ook voor een livestream kan ik die keer weggeven. Dat is nice. We hebben gewoon een gold rank in de lobby voor een maand gewonnen. Dus als jij deze hebt, dan kan je gewoon Mindtopia op, Kingdom op, alles. Dus dat is super nice. Gewoon uit een diamond crate. Dus dat is echt nice. Ik ga hem dus weggeven in een streampje denk ik een keer. Of misschien wel een keer in een video. Dus blijf vooral checken. Doe een live. Vergeet zeker niet te abonneren. En zet het belletje aan als je op de hoogte wil blijven wanneer ik live ga. Maar dat is super nice. Een rank. Ik had trouwens nog nooit een rank eruit gekregen. Dat is de eerste keer. En uit een diamond crate. Nog niet uit een legendary crate. Zoals ik al zei, die diamond vind ik zelf het beste. 750 XP. En je krijgt er gewoon een rank uit soms. Nou, hopelijk krijgen we uit de tweede nog een rank. Dat zou echt ziek zijn. Nou, daar komt hij dan. En? Wat? 10? 10.000 Mytopia Lucky Shards? Nee. 10 Lucky Shards? Wat? Nou, dit zijn er gewoon 10. Weet je hoeveel dit is? Dit is... No way. Ik ga nu inloggen op Mytopia om te kijken hoor. Ik heb een texture pack volgens mij niet aan. Ik weet niet of het al geüpdate wordt zo snel, maar we gaan gewoon even kijken. Nee, dit wordt nog niet zo snel geüpdate, maar dan moeten we even wachten waarschijnlijk. Nou, dan gaan we eventjes terug naar het lobby en dan kijken op het eind van de video of die al geüpdate is. Maar, hier staat het toch? Of nee, staat niet in de chat, maar het stond hier 10.000 toch? Dat zijn er toch 10? No way, dat is echt ziek. Hoeveel zijn dat? Dat is 30 Grey Coins of zo vroeger. No way, dit is echt ziek. 10.000 Lucky Shots, dat zijn gewoon 10 van die tasjes die je kan kopen volgens mij. Nou, als dat echt waar is, of als ik me niet vergis, dan kunnen we gewoon een hele opening gaan doen in Mindtopia weer in de volgende video. Dus we gaan straks aan het einde van de video kijken of dat echt is en dan zou het echt ziek zijn. Nou, in ieder geval, die Diamond Crate gaan we er denk ik nog eentje van openen zo. Maar we gaan eerst door naar de Legendary Loot Crate, daar hebben we er ook 2 van. Ik zie mensen... Deze vind ik echt gewoon het beste, maar wie weet worden deze gewoon nog beter. Nou, let's go, de eerste. Kom op, wat krijgen we? 1 DAD-crate gewonnen. Een DAD-crate, wat is dat dan? Weet iemand dat? Wat is een DAD-crate? Volgens mij is het voor de battle of voor iets op DAD. Ik weet niet, staat het hier tussen? Nee, het staat hier niet tussen. Nou, een DAD-crate. Ik denk dat het wel goed is, maar ik weet niet waar ik het kan gebruiken. Dat is volgens mij op de battle. Gaan we zo meteen ook nog even kijken. Kan je het doen in DAD? Dat is voor de battle. Ja, dacht ik al. Oh, nice. Nice. Dus we hebben ook een crate voor de battle gewonnen. Dus eigenlijk, we winnen een crate in een crate. Dat is ook wel nice. Volgens mij is die crate best duur op de battle. Dus dat is ziek nice. Nou, de laatste legendary dan. De allerlaatste. Komt-ie. Kom op. Nog een DAD-crate! What the fuck? We hebben gewoon 2 DAD-crates. Ik kom zo terug voor screen. We hebben gewoon 2 DAD-crates gewonnen in de Legendary. En ik weet niet of ze nou super goed zijn, maar volgens mij kosten ze 10 euro per stuk of zo. Ik weet het trouwens niet, hè. Ik zeg maar wat. Maar we gaan even naar de battle toe. En dan gaan we eens even kijken. We gaan eens even kijken, want... Even kijken. Ja, hier, DAD-crate. Nice. Hoe open ik die dan? Oh, nu open ik hem. Ik heb hem geopend. Ik weet niet wat ik doe, maar ik heb hem geopend. Oh, ik krijg spullen voor de battle. Nice. Wat heb ik gekregen nu? Kleding, skin, Oké, kleding heb ik gekregen. Nice. Ik heb nog geen kleding hierop, dus dat is nice. Even kijken, hoe kan ik die aandoen? Kleding. Zo. Wat heb ik nu? Oh, hier. Kijk. Kijk, nice. Nu heb ik een setje. Nice, oh, nu loop ik eigenlijk niet meer zo scary bij. Nu heb ik gewoon een setje op de battle. Nice, die had ik nog niet, dus dat is ziek nice. Ik speel dit ook best veel, zoals je ziet, ik heb een 56 wins. Ik
Binnenkort ga ik hier ook wat film opnemen weer, want kijkers vonden dat leuk. Nou, we hebben nog een crate natuurlijk gekregen van die Legendary crate. Volgens mij zijn deze best goed. Volgens mij zijn, ik weet niet of ze... Oh, dit is daily. Dit kan je daily openen. Of niet? Ja, ik weet eigenlijk niet. Nee, volgens mij niet. Volgens mij moet je die ook gewoon winnen ofzo. In ieder geval, deze crates lijken me het beste. Even kijken, wind en de crate is... Zorg... Oh, je moet een potje winnen, denk ik. En dan krijg je die crate. Nou, dan gaan we dat straks even doen. Maar we hebben nog een D&D crate, dus let's go! Kom op, geef me nog een kleding setje. Die kleding setjes zijn wel grappig. Of coins, of ik... coins. Wat hebben we? Kleding skin happy. Oh, deze ziet er echt grappig uit. Deze ziet er echt grappig uit. Die moeten we zoeken. Ja, deze gaan we aandoen. Oh, deze moet ik wel volledig aandoen. Ja, kijk. Deze ziet er echt geniaal uit, mensen. Deze ziet er echt geniaal uit. Deze hou ik aan. Deze is echt nice. Deze is echt nice. vooral die kop is echt grappig. Oké, deze vind ik nice. Deze vind ik leuk, die D&D crates. Hij heeft er ook één geopend. Nice. Nou, dan gaan we weer terug naar de lobby. Even kijken, slash hub. We hebben ook weer mooie spullen voor, de battle erbij. Nou, let's go. Dan gaan we nog één diamond crate openen. Als afsluiting van de video, want we hebben nog XP. En hopelijk krijgen we hier weer een rank uit. En wat krijgen we? We hebben survival coins. Ja, dat is weer iets minder helaas. Maar ja, je kan niet alleen maar goede dingen eruit halen natuurlijk. We kunnen trouwens nog twee goldies openen. Nou, gold crates. En survival coins. Nou, die gebruik ik ook niet. Die geef ik ook altijd weg. Nou, kom op de allerlaatste. En dan gaan we nog heel even checken of ik ze op mijn topje erbij heb gekregen. Want volgens mij is die... hoe heet het? Die, zijn er nou echt 10 van die dingen? Weer coins. Nou, dan gaan we even snel kijken op mijn topje. Kom op, laat even. Ja! What the fuck? We hebben 10 lucky shots ontvangen. No way! Dit is echt ziek, mensen. Dit is echt ziek. Dit is echt mega veel. Hier kunnen we gewoon 11 van die tasjes van kopen. En die apparaten, what the fuck? Oké, mensen, volgens mij hebben we echt iets zieks gepakt. Echt, volgens mij is het echt supergoed. Hier kunnen we de 11 van kopen. Oké, mensen, ik weet dat we in de volgende video gaan doen. We gaan die dingen openen. Ik hoop dat jullie dit een toffe video vonden. Ik zweer, mensen, koop die diamond crates. Die diamond crates, we hebben gewoon een gold rank gekregen en... 10 van die lucky shards. What the fuck? Nou, dit is echt ziek. Ik weet niet. Ik denk dat ik voortaan alleen maar die diamonds ga openen. Want ja, nee, die legendary waren ook wel goed. Maar die diamonds waren echt super goed. In ieder geval, ik hoop dat jullie een toffe video vonden. Doe alvast een like. Vergeet zeker niet te abonneren. Zet het belletje aan. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer, mensen. Doei. En open die diamond crate. Die is echt goed. Doei.